Vandaag ga ik mijn paprika-plantjes verspenen en daarin neem ik jullie heel graag mee. Ik geef jullie tips en ik laat jullie zien hoe ik te werk ga. Kijken jullie mee? Eigenlijk is het voor mijn zeilingen nog niet helemaal het juiste moment om verspeend te worden. Het beste is namelijk om te wachten met verspenen totdat je paprika-zeilingen na de twee kimblaadjes nog twee of meer nieuwe blaadjes hebben ontwikkeld. De zeilingen zien er dan zo uit. Als de plantjes er zo uitzien, is het beter om te verspenen, omdat de wortels dan wat sterker zijn. Ik heb echter al vaker mijn paprikazeilingen eerder verspeend, waardoor ik er vertrouwen in heb dat het nu ook goed zal komen. Te meer ook omdat ik de eerste twee nieuwe blaadjes er al aan zie komen. Maar heb je alle tijd? Wacht dan zeker totdat de zeilingen zijn, zoals op deze afbeelding. Dus zodra twee of meer nieuwe blaadjes tevoorschijn zijn gekomen. Wat is verspenen eigenlijk? Verspenen betekent het planten van een zeiling in een eigen potje. Daardoor kan je zeiling groter groeien en zijn eigen wortelstelsel maken. Met een verspeenhoutje probeer ik de zeilingen zachtjes los te maken van elkaar en uit het potje. Op deze manier beschadig ik zo min mogelijk de worteltjes. Houd de zeiling vervolgens vast aan de twee kiemblaadjes, dus niet aan het stengeltje of de wortels. Op deze manier blijft de zeiling zoveel mogelijk en zo goed mogelijk intact. Wist jij al dat op het stiltje van de zeiling weer nieuwe wortels groeien? Dat is de reden dat je de zeilingen tijdens het verspenen helemaal tot aan de kiemblaadjes onder de grond zet. Aan het stiltje komen dan onder de grond nieuwe worteltjes, waardoor je plant beter en sneller zal groeien en uiteindelijk ook een sterkere plant zal worden. Ik neem per zeiling een potje met een afmeting van 7 bij 7 centimeter met potgrond. Potgrond bevat voor ongeveer 6 weken voeding en dat is wat de zeiling nu goed kan gebruiken. Vul het potje goed met potgrond en zorg ervoor dat er een bolling op zit. Dan zit het potje namelijk meteen goed gevuld als je de aarde aandrukt wanneer je de zeiling erin plant. Prik met je vinger een gat in de aarde en doe hierin de zeiling. Druk vervolgens aan en klaar ben je. Om de zeilingen en hun wortelstelsel een extra boost te geven, voeg ik nog wat plantenvoeding toe. Vanaf halverwege mei mogen de planten naar buiten. Tot die tijd staan ze nog heerlijk warm op de vensterbank. De kans is groot dat ik ze in de tussentijd nog een keer verpot naar een nog wat groter potje. Heb je vragen? Stel ze gerust onder deze video.